blikseminslag te verduren. De bewoners raakten niet gewond, maar de eerste inslag op een huis in Berglaag maakte die onbewoonbaar. Om 6:06 vanmorgen slaat de bliksem een eerste keer in op een woning in de Berglaag, in Berlaar. Met een luide knal maakt de eerste schicht een gat in de nok van het huis en springt over op de elektrische leidingen, waardoor lusters en stopcontacten loskomen. De inslag veroorzaakt gelukkig geen gewonden. Er zijn geen gewonden, geen gekwetsten. Iedereen had het huis verlaten op het moment van de gebeurtenis. 1 minuut erop moeten we zien dat we daar voor de rest lijkt alles wel onder controle te zijn.